is voor zover wat wij, als het museum in elkaar steekt. Het is begonnen 18 jaar geleden, meneer Van Leeuwen. Die was een gepensioneerde architect die is huisjes gaan bouwen. En dat was het begin. Hij is met houten huisjes begonnen. Nu ziet u ook huisjes die dus gewoon gebouwd zijn met hardhout en met kunststoffen. Zodat ook alles in een betere staat blijft over langere tijd. U ziet nou ook dat de huisjes op betonnen ondergrond staan. Vroeger stond alles in het zand. En dat betekende toch dat het onderhoud na 24 keer schilderen, dan was het onderhoud gewoon gebeurd. Turf instoken, deze dan kleine partjes mee. Deze kleine partjes turf afsteken dan deze met een bom. Te leggen. Lukt me de ene keer beter dan de andere. Het lukt aardig nu. Okay. Vlak naar beneden. Alsof het goed los komt naar jullie. Je wordt het zetwerk van de pers gedraaid. En nu ga ik aan de knieheven halen. Dit wordt de knieheven. Het is ook de naam, hè? De knie is dit. En de hevel zit erin. Ja. Dan. Het staat al heel vaak. Ja. Het zetwerk wordt er nu onderuit gedraaid. Nou, het is voor mij ook weer heel spannend wat ik onderuit krijg. Oh, dat is mooi. Altijd de kachel branden bij de meubelmaker. En waarom? De meubelmaker moest altijd kleine porties lijm maken. Nu hebben wij een tubetje en dat houdt zich gewoon, die lijm. Oh, ja. Maar vroeger moest je met beenderlijm, moest hij gewoon iedere keer kleine porties lijm maken die hij dan gebruikte. Dus hij had zomer en winter altijd de kachel nodig. Had hij nou een klein klusje, dan deden de dames, kennen dit, hè? Het Aubert-Marie systeem, een beetje water, warm water, potje erin, kleine klusje. Op de kermis komt, waar ook in Nederland, van Rens Joosen krijg je de enige echte originele Oosterhoutse kaneelstok.
ingang van het buitenmuseum. Het buitenmuseum is het miniatuurstadje uit 1900. Je ziet dus ook in het buitenmuseum, wat ik net genoemd had, een 250 stuks huisjes gemaakt, schaal op 1 op 20, door onze vrijwilligers. We kunnen er even een stukje doorheen lopen. Je ziet hier nog, voor de Oosterhouters bekend, aan de Bredaarseweg, de Gekroonde Bel. Vroeger een van de vele kleine bierbrouwerijen die er waren in het Oosterhoutse. Het gebouw staat er nog en de Gekroonde Bel. En het café van de Koppelpaarden, bij alle fietsers uit de regio bekend, bij Kees en Betje. Ja. Bij Kees en Betje. Het is helemaal verbouwd. Ja, het is achter waar de tennisbanen waren, daar komen nu nog drie stadsvilla's. Maar als u een paar miljoen over heeft, dan kunt u het kopen. Ik heb er geen spijt van gehad. Nee, ik ook niet. Hartstikke interessant, leuk. Ik vind het heel interessant, ja. Echt waar. Het is echt een aanrader. Ja. Want ik zei, als we weer eens bezoek hebben, gaan we er echt naartoe. Het is voor herhaling, wel waar. Ja, echt.